De Goede Week plaatst ons voor een heel bijzondere uitdaging. Het zijn de dagen waarin we het lijdensverhaal van de Heer Jezus gaan gedenken. Eigenlijk ondraaglijke verhalen van de mens, die mooie mens Jezus, die op een verschrikkelijke manier gaat vernederd, gaat kapot gemaakt worden. Waar we ons heel machteloos kunnen bijvoeden. En de uitdaging zal zijn om bij hem te blijven. Om onze vriendschap aan te bieden, ook al merken we en voelen we dat we weinig tot niets kunnen doen en dat het zelf heel moeilijk kan zijn om bij hem te blijven. Toch worden we daartoe uitgenodigd. En het heel bijzondere is dat we dan kunnen merken dat we in die stille aanwezigheid van machteloosheid, misschien van hopeloosheid, dat we ook dan iets van stille vreugde kunnen ervaren, omdat we merken dat in die onmogelijke omstandigheden Jezus blijft ons zijn liefde aanbieden, doorheen, boven, verder dan alles wat ook maar denkbaar is. Geen wonder dat we deze dagen de Goede Week noemen.